meteen verder met mijn volgende gast. En dat is Fred Luiten. Hallo. En je hebt daar een heleboel dingen liggen. Daar gaan we het over hebben. Ja. Maar eerst even uitleggen. Je vertelde me net, jij organiseert concerten in het Concertgebouw. Ja, dat klopt. Ja. Want een heleboel van de concerten die in het Concertgebouw plaatsvinden in Amsterdam, die worden niet door het Concertgebouw zelf georganiseerd. Dat klopt. En jij bent dus een van de organisatoren. Ja, nou, er zijn ongeveer 700 concerten in het Concertgebouw. En ongeveer de helft wordt door wat dan de eigen programmering wordt genoemd, georganiseerd. En de andere helft door concertorganisatoren. En jij bent er een van. En twee van hen, die zijn dan ook als ondernemer betrokken daarbij. En ja. Daar ben ik één van. Daar ben je er één van. En ja. Jaskoff is de andere. Oké. Ja. En daar gaan we het over hebben. Ja. Eerst even over de muziek. Ja. Wat programmeer jij? Nou, ik heb een hele kleine maar fijne serie met vocale barokmuziek. Dan moet je dus denken aan de Passionen van Bach. Ja. Stabat van Pergolesi. Zeven van de 10 werken in de top 100 van bijvoorbeeld Classic FM. Dat zijn vocale barok. Stabat Mater. En daar heb ik, daar maak ik dan een selectie uit van welke mooie werken aangeboden worden natuurlijk. En dan moet je een mooie datum vinden. En dan krijg je dus een kleine serie. En bijvoorbeeld afgelopen seizoen, of dit seizoen nog, zou ik het jubileum van Collegium Vocale Gent luisteren bij zit met Johannes en de Matthäus Passion. Nou, die zijn dus allebei, want de een zou 16 maart zijn, de andere 2 april. Nou, dan voel je hem al aankomen. Ja, ja, het was natuurlijk net rond die passiontijd dat we allemaal in die lockdown moesten. Dat was natuurlijk een beetje. Beetje of heel erg? Heel misschien erg, wel. Heel, ja. Dat viel heel erg rauw op mijn dak. Want als je er maar 3 hebt per jaar, dan, dan heb je dus niet alleen maar over een maand omzet, maar bijna je hele jaar omzet is dan, moet je dan verdienen in die 2 concerten. Ja. En ik kan me ook voorstellen, financieel natuurlijk sowieso een hele harde klap. Maar hoe erg had jij je verheugd op die Passionen? Daar heb ik het natuurlijk dan nog niet eens over. Maar ik had natuurlijk de Matthäus Passion met Herrewegen. Ja, dat is in Philip Herrewegen. Ja, Philip Herrewegen. Dirigent. Dirigent. Nou, dat is natuurlijk bijna het mooiste wat je kunt organiseren. Ja, want vertel me eens even. Die Passionen, dit is het eigenlijk een van de een hele specifieke stijl die je aanbiedt. Ja. Dus jij moet daar vol van zijn. Ja, ja, ja. Wat betekent die muziek voor jou? Nou ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Oh ja? Ja, ochtends wakker meteen aan. Om maar aan te geven, iemand vroeg een keer van hoeveel kinderen heb je? Dan zeg ik, het hangt ervan af. Van het seizoen. Want de ene keer heb ik er 3 en de andere keer 4. Want die concerten, dat zijn mijn kinderen. En die gun je het beste natuurlijk. Ja, zo moet je dat zien. Ja, en wanneer is die liefde begonnen? Ja, dat is eigenlijk begonnen heel grappig genoeg toen ik op school. Ik ben niet met klassieke muziek opgevoed. Nou, ik zat op het gymnasium en toen moesten we Virgilius vertalen. Aeneas, je voelt hem aankomen. Aeneas, ja. Toen waren er nog platenzaken in die tijd in Rotterdam. En toen lag Dido en Aeneas van Purcell in de etalage. En die heb ik gekocht. Ik dacht, dan kan ik het verhaal beter volgen. Zoals nu mensen naar de film gaan. Ja. Eigenlijk is het zo gekomen. Dus eigenlijk via een hele andere route. En was die liefde er meteen? Dus je zette hem op. Kwam dat meteen binnen als een bom? Of heb je daar naar moeten leren luisteren? Allebei. Want voor mij was het natuurlijk nieuw. Maar wat wel grappig is, het is natuurlijk hele oude muziek. Maar gek genoeg is dat heel toegankelijk. En dus ik kon er wel gelijk goed naar luisteren. Maar om natuurlijk te kunnen waarderen en op waarde te schatten, moet je natuurlijk vaker luisteren. En ook naar andere uitvoeringen, noem op. Ja. En kun je het gevoel omschrijven wat je krijgt als je het luistert? Dan krijg je natuurlijk een beetje warm van binnen. Hè? Ja. Dus misschien een beetje koorts, maar dan niet van de corona gelukkig. Maar gewoon van de opwinding. Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Natuurlijk. Elke dag weer. Ja. Dus dat is jouw levensader, inderdaad. Die muziek. Ja, dat klopt. Ja. En helpt het dan wel dat je thuis kan horen? Of is het toch een slap aftreksel van een concert in een concertgebouw? Ik vind het een slap aftreksel, zeker vocaal. Want ik heb wel eens een keer gedacht, ik probeer me altijd te verplaatsen in de bezoeker. Dan zou ik me nog wel voor kunnen stellen dat ik een instrumentaal concert thuis zou beluisteren. Maar een vocaal concert, de spanning van zo'n zanger of een koor. Ja. Dat is natuurlijk, dat moet je echt in een zaal beleven, vind ik. Ja. Of in een kerk natuurlijk, dat kan ook. Ja, en dat is er nu niet. En dat is er nu niet, nee. Vreselijk tragisch
voor ja. als je daar zoveel uit haalt. Ja, ja. Ja. Het gaat je zo aan het hart dat jij een brief hebt geschreven aan de minister van Engelshoven. Onder andere aan de minister, ja. Ik heb een heel lijstje gemaakt van mensen die eventueel nog invloed zouden kunnen uitoefenen op hoe nu de cultuurgelden worden verdeeld. Want de essentie van de brief is ook dat zowel de Rijksoverheid als de vier grote gemeenten die hebben alleen een cultuurpot voor gesubsidieerde organisaties. Dat is die 300 miljoen. En dat is die 300 miljoen. En ja, dat ben ik dus niet. En los daarvan betekent dat dus bij elk concert een risico van rond de 80.000 euro die ik zelf dus loop. En ik moet het alleen van de kaartverkoop hebben. Wat in deze tijden al heel bijzonder schijnt te zijn. Maar, want even, hoeveel schade heb jij tot nu toe geleden door het niet doorgaan van die passionen? Dat kan ik je wel vertellen. De Matthäus Passion was al helemaal uitverkocht op het moment van afgelasten. En de Johannes Passion bijna. Maar die loopt natuurlijk altijd in Nederland iets minder hard. Dus daar heb ik iets van rond de 15.000 euro advertentiekosten tegen aangegooid. En de inkomstenderving was 50.000 euro. 50.000? Ja, en dat is dan natuurlijk vanaf december 19 ben je aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. En dan vanaf april moet je weer naar het volgende concert is DV, zou je bijna zeggen, op 10 december. Als het al doorgaat dus. Ja, moet dat? Want dat betaal je privé als ondernemer. Ja, ja, dat klopt. Heb je dat kunnen leiden? Nou, daar zijn we dus. Daarom ben ik ook zo fanatiek hierin. Ja. Want mijn stelling is dat. Kijk, er wordt nu alleen gekeken naar gesubsidieerde instellingen. En natuurlijk zijn die ook getroffen. Maar het is dus niet zo dat als je een kleine ongesubsidieerde ondernemer bent in de cultuursector. Dat je dan zomaar een buffer hebt. De regel is nu dat je dan geld moet lenen. Nou, ik zou niet weten waar ik dat vandaan zou moeten halen. Nee, ik zou juist zeggen, juist niet. Hè? Juist niet. Eigenlijk hebben de onafhankelijke producenten een buffer. Je stort alles erin. Investeert. Ja, dus dat is precies wat ik ook geschreven heb. Ik haal even Femke Halsema aan, die nu natuurlijk ook wel wat anders aan de hoofd heeft met die dansprotesten. Maar zij zei bij Op1 dat programma onlangs. We moeten met z'n allen, overheid en publiek, het kleine café om de hoek steunen. Ja, maar niet alleen het kleine café. En niet Starbucks, want die redt zichzelf wel. Nou, en wat de minister nu fout doet, is zij denkt dat alle gesubsidieerde instellingen, dat allemaal kleine cafés zijn en alle niet gesubsidieerde, dat allemaal Starbucks'en zijn. En dat is beide niet zo. Nee, dus je zegt de minister heeft eigenlijk hele verkeerde kennis van zaken. Ja, ja. Op basis waarvan ze haar beslissingen neemt. Ja, en ze heeft ook het advies, want ik heb heel goed contact nu gekregen met Marianne Versteeg van Kunsten 92. En die vertelde mij ook dat het advies van haar luidde ook, maak een cultureel noodloket. Kijk dan wie het zwaarst getroffen is, gesubsidieerd of niet. En dan naar verhouding natuurlijk. Want ja, kijk, voor mij is 50.000 euro een jaaromzet. En voor Albert Verlinde is het misschien een dagomzet, bij wijze van spreken. Dat zou veel rechtvaardiger zijn. En ook verhoogt het de solidariteit. Want ik merk wel dat er soms wel in de sector heel raar tegen ongesubsidieerde organisaties wordt aangekeken. Want, je bedoelt alsof ze geld genoeg hebben? Nou, dat ook. Ja, maar ook van, die doen het eerst voor het geld. En de liefde. En zonder passie. Ik zal één voorbeeld geven. Ik heb 10 jaar geleden ben ik bij een fonds geweest. Ik zal de naam niet noemen, want die mevrouw werkte nog. En die heeft het gepresteerd. Die zei, meneer, u bent ondernemer. Hoe kunt u nu van kunst houden? Nou, daar zak je broek natuurlijk wel heel erg van af. Ja, want je zou zeggen juist, als je al je privégeld in 3 passionen steekt, dan moet je er wel erg veel van houden. Dat bedoel ik. Dus, ja. En hoe zit het nu voor het komend jaar? Plan jij passionen al voor? Want ik heb even op je site gekeken. Ja, ik zag al wel een programma staan voor 2021. Ja, dat klopt. Ja. Het nieuwe seizoen, het komende seizoen moet je eigenlijk zeggen. Ja, dat gaat maar kan dat? Nou ja, de passion, dat is 30 maart volgend jaar. Nou, ik hoop toch wel dat dan. Jij hoopt dat dan alles weer normaal is? Ik hoop dan wel dat alles normaal is, ja. Dus jij gaat daar nu geld in steken? Want ik heb natuurlijk de foldertjes. Want het is het foldertje. De foldertjes liggen al klaar. Ik weet niet. Deze zou ik nog even laten zien. Maar laat me even dit zien, is het vol van dit seizoen. En deze twee heb ik met een stempel geannuleerd erop staan. Dus resteert maar één concert dit seizoen. En
Nou, volgend seizoen daar is ook zo'n folder gedrukt. Laten we hopen dat we in maart gewoon al die passionen weer meepakken. En tot die tijd moet je het doen met je stereo thuis. Ja, waar je het hopelijk wel warm van krijgt. Misschien is het wel leuk om te vermelden dat die passion dan, als die dus doorgaat. En ik ga ervan uit dat dat gelukt, dat het met Tom Koopman is. En dat is helemaal bijzonder, omdat die bijna nooit meer in Nederland optreedt. Dat is de grootste naam als het gaat om... Hij wordt minister Bach genoemd. Ja, dus zeker. Daar kan je mee voor de dag komen. Kunnen we mee voor de dag komen. Wat we alleen nog nodig hebben is gewoon zalen waar we naartoe mogen. Dat is het, ja. Dank je. Jij vertegenwoordigt? Ja, ik vertegenwoordig wat de vorige spreker ook zei, natuurlijk ook mezelf. Maar qua kleine organisatoren, in de klassieke muziek zijn het denk ik enkele tientallen, maar... Maar je eigen clubje om jou heen, zeg maar. Hoe doe je dat precies? Nou, heb jij nog mensen in dienst? Of mensen die voor jou werken, freelance? Of, nou ja, Paul Bollet zit daar. Die helpt mij op freelance basis een aantal uren per maand. Dan zitten we op 2. Maar verder doe ik het helemaal zelf. Oké. Ja. Nou, dat is ook heel bijzonder. Ja, en alle beetjes helpen, hè? We zetten er 2 bij. Dan zijn we toch alweer boven de 160. Dat bedoel ik, ja. Ik dank je heel hartelijk. Je mag je handtekening zetten. Ja. En ik wens je alle goeds en hopen dat het gewoon zo snel mogelijk allemaal weer te horen is. Nou, dat hoop ik ook. Nou, bedankt voor het mooie gesprek. Ja, dank voor je komst. Oké. Okay.